Deze atlete moest een test doen om te bewijzen dat ze vrouw is. Wordt verplicht hormoonremmers te slikken om aan bepaalde wedstrijden mee te doen. En er wordt getwijfeld, ja, het is echt waar, of zij wel inderdaad vrouw is. Caster Semenya, 30 jaar uit Zuid-Afrika. Olympisch en wereldkampioen. Dit is haar verhaal. Semenya. Caster Semenya. Unusually high testosterone level. Forced to medicate. Berlijn, 2009, WK Atletiek. Uit het niets maakt de wereld kennis met een atlete van 18. Ze wordt wereldkampioen op de 800 meter. De Zuid-Afrikaanse voorop. Iedereen gaat staan, want in één keer wordt er een geweldig verschil gemaakt. 1:55:46. Daegu 2011, Londen 2012, Rio 2016 en weer Londen 2017. Caster Semenya pakt goud na goud op de 800 meter. Maar al die jaren is ze ook onderwerp van discussie. Caster Semenya zou te snel, te sterk en te mannelijk zijn voor een vrouw. There is a growing backlash over a landmark ruling against Caster Semenya. Het raakt ook de atletes tegen wie zij moet lopen. Die hebben op dit moment geen schijn van kans. She's being punished for being too fast and not conforming to Western standards of what a female athlete should look like. En dat, ja, is geen eerlijke competitie. Sport is per definitie oneerlijk. Zij is geboren zoals ze is geboren. Daar kan ze helemaal niks aan veranderen. She didn't change her body in any way to gain advantage. Very sexist, very racist, very homophobic. She just has a natural advantage. Terug naar dat WK in 2009. 3 uur voor Semenya aan haar gouden race begint, waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken, lekt groot nieuws uit. De Internationale Atletiek Federatie World Athletics heeft haar een seksentest laten afnemen. If it is proven that the athlete is not a female, we will withdraw her name for the results of the competition today. Uitslag: Semenya is een vrouw. Maar wel een vrouw met een te hoge testosteronwaarde in haar bloed. In elk geval hoger dan gemiddeld. Even opletten, lesje biologie. Vrouwen worden geboren met een XX-chromosomenpaar. Maar Caster Semenya heeft een XY-chromosomenpaar, net als mannen. Is ze dan niet gewoon een man? Zo simpel is het niet. Ergens in Semenya's chromosomen zit een defect, zoals wetenschappers dat noemen. En daardoor is haar geslacht niet goed doorontwikkeld. Gevolg is dat haar lichaam zich heeft ontwikkeld als vrouw. Maar Semenya's lichaam maakt wel 3 keer zoveel testosteron aan als vrouwen gemiddeld. Noem je hyperandrogenisme. Daardoor is Semenya sterker en sneller dan andere atletes. Dat is oneerlijk, zegt World Athletics. En niet alleen de Internationale Atletiek Federatie vindt dat. Er zijn onderzoekers die zeggen dat atletes met hyperandrogenisme in sommige disciplines 1,8 tot 4,5% beter presteren dan atletes met een gemiddelde testosteronspiegel. Niet alle onderzoekers denken daar trouwens zo over. World Athletics bepaalt in 2018 dat er een testosteronlimiet voor vrouwen komt. Die grens geldt als je meedoet aan de 400, 800 en 1500 meter. Een unfair advantage. Geen eerlijke competitie. Weer goud voor de Zuid-Afrikaanse. Thank God for this such a great talent that is given to me. Semenya is niet de eerste atlete die hiermee te maken heeft. In Nederland kennen we Foekje Dillema nog. Een atlete uit de jaren 40 en 50. Onze Friese loopster Foekje Dillema liep deze afstand zo snel dat het Nederlands record dat op naam stond van Fanny Blankers-Koen sneuvelde. En ook zij had hyperandrogenisme. En ook zij moest een geslachtstest ondergaan. Maar die weigerde ze. En in 2019 deden 2 Keniaanse sprinsters, Imali en Makena, niet mee aan de WK-estafette omdat hun bloedwaardes boven die testosterongrens uitkwamen. Terug naar Semenya. Door die testosterongrens van de Atletiek Federatie moet zij hormoonremmers slikken om mee te doen op sommige disciplines op het hoogste niveau. Take drugs to lower your natural testosterone? No, no freaking way. That's ridiculous. Wil Semenya niet. Semenya voert aan dat ze als vrouw geboren is en er door haar sportcarrière achterkwam dat ze ook een man had kunnen zijn. Maar ze is geen man. Semenya wil meedoen zoals ze geboren is, net als anderen. Want ja, als je gaat basketballen en je bent lang, heb je toch ook een voordeel? Because I do have it, so what? We different, you know. Sinds die testosteronlimiet bestaat, probeert ze mee helemaal van tafel te krijgen. Eerst bij het sporttribunaal CAS. Zonder succes.
Le tribunal a estimé que la prise de ces médicaments était acceptable et a accepté donc cette décision de l'IAF d'appliquer ce règlement. Daarna probeert ze het bij het federale Hooggerechtshof in Zwitserland. Maar ook dat geeft haar ongelijk. Daarom stapt Semenya nu naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ze vindt dat ze door die testosterongrens al jaren wordt geconfronteerd met mensenrechten schending. Noemt die geslachtstesten die ze moest ondergaan intimiderend en vernederend. En al die tijd weigert Semenya hormoonremmers te slikken, waardoor ze dus niet kan uitkomen op haar favoriete afstand, de 800 meter. Zolang dat zo is, probeert Semenya het op andere afstanden, zoals de 200 meter. Want whoever is going to stop me from running, he has to drag me out of the track. Come on. Yeah. You need to drag me out. You understand? Wordt ongetwijfeld vervolgd.